Je hebt een auto? Ja. Hoeveel betaal je voor je autoverzekering ongeveer? Weet je dat uit je hoofd? Dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ja. Ik weet wel dat het door de jaren heen van een paar tientjes naar richting de 100 euro is gegaan. En dat blijft ieder jaar een beetje meer worden. Ja, nou dat is precies het beeld dat blijkt uit onderzoek van de financiële vergelijkingssite geld.nl. Dit jaar betaal je weer fors meer voor je autoverzekering dan anderhalf jaar geleden. Vorig jaar was het zo'n 85 euro gemiddeld aan premie per maand. Nu is dat meer dan 90. En dan denk je, ja, 5 eurotjes per maand. Ja. Tel het maar op, hè. Jaar, dan wordt het toch opeens wel vrij aanzienlijk. We gaan erover praten met Paul Huibers, die is expert autoverzekering bij geld.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het scheelt dus toch weer enkele tientallen euro's. En hoe komt dat? Waarom? Ja, alles wordt duurder, maar waarom wordt ook dit duurder? Ja, alles wordt inderdaad duurder. Dat geldt ook voor de autoverzekeringen. En dat heeft voornamelijk te maken met de hogere schadelast die gereden wordt. Hè? Dus, en dat zit in de materiaalkosten als de loonkosten. Mm-hmm. Maar die stijgen erg fors. Ja, dus niet zozeer dat we meer schade rijden bijvoorbeeld, maar dat onderdelen duurder worden, inderdaad materiaal duurder wordt, dat soort zaken. Ja, dat beide. Hè? Als we kijken naar het aantal voertuigen op de weg, is dat sinds anderhalf jaar ook met 2% weer gestegen. Dat zijn toch 150.000 auto's. En het repareren van auto's wordt ook steeds duurder. De onderdelen worden steeds geavanceerder. Ja, en daarmee ook gewoon een stuk duurder. Personeel wordt een stuk duurder. Ja, dat resulteert gewoon in een hogere schadelast. Ja, opvallend is wel dat er veel regionale verschillen zijn. Hoe kan het dat ik in de ene provincie duurder uit ben dan in de andere? Ja, hoe dat komt, dat is een beetje gissen. Mm-hmm. Maar als je kijkt natuurlijk in de drukste steden, Zuid-Holland en Den Haag spant de kroon. Daar rijden gewoon heel veel auto's en er wordt relatief meer schade gereden dan in de wat achterliggende gebieden, de rustige gebieden. Daar is het wat rustiger qua schade. Ja, en u voorspelt geloof ik ook dat die stijging voorlopig ook door gaat zetten. Ja, dat net als eigenlijk alles, niks wordt meer voordeliger. En ze verwachten ook dat de schadelast gewoon verder blijft stijgen. En ook de herstelkosten van reparaties. Ja. U zei het al, opkomst elektrische auto's speelt bijvoorbeeld ook mee in het feit dat de premie steeds hoger wordt. Stel nou, ik neem u even mee in mijn privéwereld. En mijn eerste auto was een Ford Ka uit 2003. Nou, dat was echt een hok, daar kon je van alles mee doen. Maar als je schade had, dan was het ook voor vrij weinig opgelost. Betaal ik nou, als ik een goedkope auto heb, betaal ik in mijn verzekering dan ook mee voor al die dure elektrische auto's die hele dure reparaties hebben? Nee, dat kun je niet zo één op één stellen, zeg maar. Uh-huh. De premie wordt natuurlijk gebaseerd op een aantal risicofactoren. En één daarvan is natuurlijk de auto. Maar ook de leeftijd, de regio speelt daarin mee. Het is niet zo dat met dat oude kaartje dat jij even hard wordt gestraft als die Tesla-rijder die bij een schade zeg maar het hele paneel vervangen moet worden. Maar het speelt wel mee. Hè? Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een Hyundai Kona. Nou, heb je daar schade aan de voorkant, dan ben je bijna 14.000 euro kwijt om de verlichtingen te laten repareren. Zo. Ja, dat tikt flink aan. Dank ook voor dit voorbeeld. Paul Huibers, hij is expert autoverzekering bij geld.nl.